Yo, kijkers van Online Games en vanavond, ik werk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Horizon nummertje 4. Goed jongens, we gaan weer lekker verder waar wij afgelopen woensdag of donderdag waren gebleven. Volgens mij woensdag, ja, woensdag was dat, ja. Ja, dus we gaan gewoon weer lekker verder waar vorige keer waren gebleven. Komt helemaal goed, perfect, goed, prima, goed, perfect, ja, perfect, ja, prima. We gaan eens even kijken, verkeerde knop. Wordmap, dat hebben we nodig. We staan hier en we moeten eigenlijk dat. Wat heb ik al gedaan? Ik moet eigenlijk deze doen. We hebben dat 7 gedaan. Dus we moeten er nog 3. Dus. En dan kijken we wat we verder kunnen gaan doen hoor. Dan hang ik dat het bijna het einde van het zijn. Misschien is dit wel de laatste week, ik weet het niet. Het zal zomaar kunnen, weet je. Dat bekijk ik morgen wel even. Ik heb het dus naar de zijkant geramd. Wacht, terug. Waarom terug? Zal ik je eens vertellen waarom? Hoppa! Voor dit ding. Kan ik gewoon hier doorheen snijden? Dat kan. Rij dan nu rekken af. Kan ik hier doorheen? Ik kan hier doorheen. Hop. Solo, de select chat, dat wil ik even zien. 1, 2, ja, 3. Deze, die en die. We moeten er binnen 1 minuut en 50 seconden de tijd voor. Kijk of dat voldoende is. Our next claimant extensively modified a 1955 Chevy 150 utility sedan. Hier ga ik ze alle drie vandaag doen. Turning it into a rally car. This is not so far beyond the realms of possibility. The vehicle is heavy, yes, but with all-wheel drive and rally-tuned springs and dampers, it could be done. The claimant's attempt resulted, of course, in complete failure. But I am confident that ours will not. Turn around when it is safe to do so. Destination. In 100 yards, turn sharp left. Turn right. 200 yards. We hebben 7 minuten tijd, waar moeten we heen? Godsnaam heen. Oh, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Hierheen, man. Kan ik niet beter deze weg pakken? Hij stuurt me wel over de snelweg. Oké, ja dan. Ja, we laten het gewoon zo, want anders. Eens even kijken dat hij gewoon hier zo. Je moet eigenlijk deze kant uit. Was dat bomen? Yards,
Je kunt ook gewoon hier alles kapot maken. Je kunt gewoon die vele vangen kapot maken. Zie je? Dan zal het eigenlijk niet kunnen. Hier, je kunt alles doen wat je wil. Maar bijna alles doen. Een snelheid krijg je ook behoorlijke punten voor, dus dat is mooi. En ik moet gewoon rechtdoor, zie ik. Dus zo gaan we gewoon rijden, hoppatee. Dat was bijna boom. Dat was een auto. Oh, we zijn er bijna. Eigenlijk hier. Nu naartoe. In 400 yards, turn right. In 400 yards. Ik kan gewoon knallen, ik kan gewoon knallen. Zo'n boom kun je gewoon. Het was er een, maar van die hele dikke zoals deze gaat dat niet. Deze boom ik hier ook niet. Ook niet, die niet. Van die hele dikke, dat zal niet gaan. Die kan niet, die kan niet. Ik kom met wat dikkere bomen naar uit. Deze bomen kun je gewoon omver duwen. Als goed is zullen er bijna zijn. Dan vraag je je af waarom zo ver? Zijn bij het festival zelfs. Dan moet ik in één keer gaan. We zijn er. All a highly adequate rally car, and we should not discount the psychological effect upon the competition of being overtaken by a collector's item. Goed. Ah, greetings once again. So we have our modified Chevy 150. Now we must test the claim that it will make a competitive rally car. I am confident in the vehicle's performance, and I have observed enough of your experimental driving technique to be confident in you also. Ah, now. Grace, that's still under the weight. This will be me. Steady incline, four-wheel drive, hold the rear end tight. Dat klinkt niet zoals het moet. Dus we snel de weg hier. Je ziet hoe deze witte tires en reduced weight handles. Je kunt ook niet even afsnijden. Het is
echt op de weg. Zeg maar beter. Het gaat hier wel lekker. Dat wel. Het is uiteraard prima. Dat haal ik sowieso niet. Ja, sorry hoor. Ga ik het redden? Nee. Nou, laat ik het nog een keer proberen. We zijn met een flinke afstand, komen wij hier zo terecht. Hop, afgesneden. Ja, ik ga gewoon rechtdoor. Wat, ik zit gewoon op de weg hoor. Ik heb weg onderhoed. Ja, ik ben er toch al. Nou, ik kan het wel aanhalen als het moet. Haal ik het, haal ik het, haal ik het. Ik heb het gehaald. 1 minuut 45. Dat geeft mij 3 sterren aan. Hoppa. 3 stuks. Nou, dit was wel een lekker waantje, hè. Probeer die andere twee ook te doen, ligt aan hoe verder we moeten rijden. 20.000 erbij. Goed. We zijn weer in één keer hier, hè. Nachtchapter. Have you noticed an upward trend in peculiar insurance cases since we began our work? I have noticed this. Is it possible we are, how would you say, a bad influence? And here is one such case. The claimant wishes to establish the absolute maximum capabilities and tolerances of the Myers Manx Dune buggy. Okay. Ah well, if test the June buggy we must, then test the June buggy we will. Target. Turn left. It is. Vernegel. Nee. Dan ga ik gewoon zo rappen hier doorheen. Oh kijk, oh dat is lekker. We moeten zo op het strand gaan racen, dat is ook haast leuk. Kijk, die heuvel, die is mooi. Als je daar doorheen vliegt. Hoppa! Kijk eens of we een flink stuk vliegen. Oh ja, waarom kan ik niet? This will make a prime testing location. We zijn er. Also away from prying eyes. En volgens mij moeten we punten pakken of wat. Het was niet meer tijd volgens mij. Now, the Manx here has been outfitted with the latest accelerometers, lateral G-force meters. Ik moet ergens omhoog zien te vliegen. I will be using the data to build a detailed telemetric profile. All I require from you is that you drive like you have no concern for your own safety. Beat the skills target, kijk, dat bedoel ik. 20.000 punten. En dan kunnen we door bij het strand doen. Zoals hier, hup. Gewoon hier zo'n beetje. Gewoon hier zo. Ik
Kijk hier zo, ach, dwars doorheen, hoppatee. 10.000 heb ik. Beetje gas geven. Oh nee, dat is interessant, je kunt er overheen rijden, maar shit, ik heb nog een aantal punten nodig. Is dit genoeg? Chapter complete, zegt hij. En hoe die laatste ook nog? 30.740. Dat is voldoende voor 1 ster, dat is goed. Mooi. En dan gaan we de laatste doen. Select chapter. Dat is dus de laatste. Film, race en productie. Speed 28. Dus we rijden een hele slechte auto. 28, dus ik moet 28 km per uur gaan rijden. Dus er zal een klein stukje zijn. I'm afraid this case represents our last together as colleagues and work. Dus geen langzame auto. Pause a moment. As long as there is insurance, my friend, there will be bizarre insurance claims. For example, this claimant placed a 2.6 liter rotary engine inside a production Mazda Miata MX-5. As you are aware, this type of engine is more common in high-performance propeller-driven aircraft. If you would please take it to ascertain just how badly this can go wrong. Ooh. Waar moet ik even kijken waar ik naartoe moet? Oké, ik moet wel. Hier naartoe. Oh, we moeten dit hele stuk dus afrijden. Oké. Oké, hij is toch wel snel. Oké, dat verzorgt dat we geen auto's omknallen. Base of testing will be along standard country roads with mild undulations. Moet je hem goed onder controle houden. Want ik ga razendsnel. Ik ga, ja, zie je, dan krijg je dit allemaal, dat je gewoon helemaal van de weg af wordt ja, dat je ook niet onder controle hebt. Zo zie je zo. Nou, ik heb wel genoeg tijd. Dus dat is wel een dingetje. Als ik de snelweg op ga, dan ben ik weg. Dan ben je weg, hè. Want je hoeft alleen rechtdoor te gaan, die rotonde, gewoon rechtdoor in knallen. Oh. Hier.
moeten we nog... Ah. Een 3,5 minuut. So, the data is adequate, but incomplete. Please do not concern yourself with the howling noise. This is quite normal. Endeavor to gather more information, please. Oké, laten we doorrijden. Good, now for the urban testing. Ik heb de 6. Op de snelweg gaat dat heel hard. Dan gaat dat heel... En heel hard. Want nu hou ik me nog een beetje in. En nu is er volgens mij echt recht doorgeblazen. Oh nee. We komen dadelijk bij de rotonde. Dus hier kan ik al een beetje gas gaan geven al. Want die gaan daar, ik denk, toch wel boven de 200. Cool, maar dit is vervelend dat daar een auto staat. Dus die moet ik zien in te halen. Ja, laat maar gaan. Oké, daar gaat hij, ja. Ik ben er helemaal klaar voor. Hup, gas op dat ding. En laten we zien wat we kunnen. Hier kun je al komen. En hier ben je de snelweg al op. Ik moet 200 gaan rijden, oké. Shit. Dat moet ik dus niet doen. Even terug. Hoppatee. Shit, ik zit hier niet verkeerd. Hop, die kant op. Ik kan zeggen, nou, ik moet gewoon deze kant op rijden. Ja, er zitten eigenlijk... Goed blijven kijken. Ik ga al 200, hè. Ik rijd 200. Dit is mega snel. Ho ho ho. Oh, hier moest ik bijramen. Hier moest ik remmen. Anders ga ik het niet halen. Echt niet. Waar zit ik? Sowieso rechtdoor. Ja, ik moet die andere baan hebben. Hier zegt dat ik in één keer rechts moet gaan rijden. Laat ik switchen naar die baan dan. Kijk, dan zie je ze wel aankomen. Ik heb nog een minuut. Oh, dat is voor zilver, oké. Okay. We zijn er. Ik ga hem niet nog een keer doen. Het is goed zo. 24 speedskills, is 2 sterren. Ik ben er tevreden mee. Ik doe. Ik heb volop gas gegeven. Iedereen knalt wel eens tegenaan, dus goed. Dat is hartstikke mooi. De car fights. Files. Kijk, we wielspinnen. We zitten aan level 75 al. Zeldzaam achievement moet gaan. Complete the chapters of the car fights. Die heb ik voltooid. Hans might not show it, but he's grateful. Really. Oké. Dat is ik helemaal niet. But he hates driving. Dat je gewoon hier zo... erin kan rijden. Zie je? Maar dat is niet fijn.
is ook niet fijn. Zo, ik zal dit wel wat beter doen. Goed. Wat gaan we morgen doen? Ik zou hem in godsnaam niet weten. Er is eentje wel hier nieuw. Er zijn wel wat dingen wat met tijd nieuw is. Maar daar zit ik niet echt op te wachten. We moeten even kijken, want anders wordt het bijna de laatste aflevering van Forza Horizon 4, ben ik bang. Maar ik ga het hier eens laten, jongens. Wij zien elkaar uiteraard morgen gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van Forza Horizon 4. Hopelijk zijn jullie er dan ook bij, goed kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!